Voorzitter, vorige week kreeg ik bericht van een van onze wethouders over een suïcidaal meisje van 16 die met spoed hulp nodig had. De psychiater belde 25 instellingen en uren later werd er pas een plek gevonden, maar wel aan de andere kant van het land, ver van familie, bekenden en vrienden, ook ver van haar hulpverleners, terwijl sociale contacten zo belangrijk zijn als je zo diep in de put zit. En diezelfde week stond in de Zeeuwse krantenkop 13-jarig meisje 4 uur lang geboeid op politiebureau. Omdat er geen crisisplek te vinden was, zagen deze agenten geen andere optie om te voorkomen dat ze zichzelf wat zou aandoen. En ook hier liet passende hulp uren op zich wachten. En dan ben je dus 13, dan krijg je geen hulp, maar wel handboeien om. En donderdagavond kreeg ik bericht van een vader. Zijn dochter had een terugval en ze waren dringend op zoek naar een hulpplek. Vanaf 4 uur die middag was hij aan het bellen met allerlei instanties. Nog steeds aan het wachten, appte hij om 5:10 s'avonds. Hele land niet om 2:30 s'nachts. Nog steeds nergens plek, schreef hij om 2:55 met een foto van zijn dochter die middels aan de beademing lag. En om 3:15 was er plek gevonden, maar wel in de volwassen psychiatrie. En om 4:45 in de ochtend reed hij eindelijk naar huis. En voorzitter, dit zijn geen incidenten, maar dit zijn 3 voorbeelden die toevallig bij mij terechtkomen in heel korte tijd. En ongetwijfeld is het dus ook veel vaker voorgekomen de afgelopen periode. En uit de tientallen e-mails die ik de laatste maanden kreeg en het gesprek dat collega Wursdorf en ik hadden met ruim 20 jongeren bleek ook dat het probleem veel groter is. En het blijkt ook uit de hele kritische rapporten van de inspectie die we toegestuurd kregen. Want voorzitter, er is te weinig crisisopvang, maar er zijn ook te weinig behandelplekken voor jongeren met complexe problemen. En die 2 tekorten, die werken elkaar natuurlijk in de hand. En ik heb de afgelopen maanden al heel veel mails ook doorgestuurd naar het ministerie, die dan via het ministerie bij het ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd terechtkomen. Het is fijn dat zij het dan oppakken. Maar wat gebeurt er nou met al die jongeren die niet op het idee komen om een Kamerlid te mailen, of die niet naar de krant stappen, of die niet een open brief schrijven naar de minister? En voorzitter, waar kunnen jongeren en ouders terecht met een acute zorgvraag? En is de minister het met me eens dat er een landelijke helpdesk zou kunnen komen? En collega Wursdorfer vroeg daar ook al naar. Graag een reactie. En voorzitter, ik was enkele weken geleden op bezoek bij Iris, de jonge vrouw die in Zembla vertelde dat ze euthanasie zou plegen. En een dag voor de uitzending is ze dan ook overleden. En op mijn vraag, toen ik bij haar bezoek was of het voorkomen had kunnen worden, vertelde ze: het is nu te laat. En het deed me pijn dat ze vertelde dat ze wel behandelingen had gehad, maar dat die nooit passend waren, want de plek waar ze behandeld kon worden voor eetstoornis hadden ze geen verstand van autisme. En als ze dan voor autisme behandeld zou worden, ja, daar was geen verstand van die eetstoornis. En ik ben ook oprecht blij met de 26 miljoen die wordt uitgetrokken voor jongeren met complexe problemen, naar aanleiding van een amendement dat Jesse Klaver en ik hebben ingediend. En ik ben ook blij dat de minister tempo maakt met de uitvoering, maar ik wil wel nogmaals benadrukken, en dat hoorde collega's ook al doen, dat het echt om multiproblematiek gaat. Een eetstoornis of zelfmutilatie is natuurlijk vaak een uiting van een ander en dieperliggend probleem, maar in de media lijkt het wel vaak enkel om eetstoornissen te gaan. Dus graag een reactie van de minister en graag ook een reactie op het tijdpad waarmee hij dit amendement ook verder wil vormgeven. En voorzitter, de voorbeelden in mijn inleiding laten ook een ander probleem zien. Gezinnen met een kind met wie het niet goed gaat, of dit nu psychische of lichamelijke problemen zijn, die gaan er vaak aan onderdoor. En ook werk lukt vaak moeizaam, want hoe kun je nou tot diep in de ochtend bezig zijn met het zoeken van hulp voor je dochter en dan vervolgens weer om 8 uur op je werk staan? Dat lukt natuurlijk gewoon niet. En voorzitter, heeft de minister wel eens aan regelingen gedacht die verder ouders kunnen ondersteunen? Wij horen dat bijvoorbeeld aanvragen, bijvoorbeeld een uitkering, nou heel snel worden afgewezen. En is het mogelijk om met gemeenten betere afspraken te maken over het ondersteunen van ouders, bijvoorbeeld door middel van een PGB? Ik hoor dat het op een aantal gemeenten dat het daar mogelijk wordt gemaakt. Maar ik hoor daar ook vaak ouders die zeggen dat het op geen enkele manier dat ze worden ondersteund. Dus graag een reactie. En ook reiskosten zorgen vaak voor problemen bij ouders en jongeren. Terwijl, ik zei het al eerder, voor jongeren die in de put zitten is het vaak heel belangrijk om sociaal contact te onderhouden. En voor jongeren met geen tot weinig inkomen, want heel veel jongeren die behandeld worden kunnen ook niet bijvoorbeeld een bijbaantje hebben, is natuurlijk 4 euro voor een bus of 12 euro voor de trein, is dat heel veel geld. En we weten ook dat vervoersarmoede, dat vaker plaatsvindt bij mensen die weinig inkomen hebben. Maar juist jongeren die behandeld worden buiten de eigen regio en ver van familie en vrienden, die komen ook vaak in een isolement. Dat weten we ook. En is de minister het met me eens dat het onwenselijk is dat ze nog eenzamer worden? En is hij bereid om te kijken of deze jongeren, net als leeftijdsgenoten die vaak studeren,
dat zij een OV-kaart krijgen of een andere tegemoetkoming in de kosten. Graag een reactie. Dan het 18-min, 18-plus verhaal. Want leeftijdsgrenzen die zijn arbitrair en die zijn vaak ook niet gestoeld op wat het best is voor een kind. En de minister vertelde in het vorige debat dat steeds meer jongeren ook aanspraak kunnen krijgen op verlengde jeugdzorg. Maar als ik met jongeren zelf praat, dan hoor ik toch vaak echt wat anders. Dan besluit de gemeenteambtenaar bijvoorbeeld dat iemand niet complex genoeg is en dus na de 18e levensjaar de hulp niet wordt doorgezet. En niet alleen jongeren geven dit aan. Afgelopen vrijdag spraken we met een jeugdbeschermer. En hij vertelde dat hij een jaar was bezig geweest met het alvast zoeken naar een passende plek voor jongeren die een jaar daarna dus 18 zou worden. En voorzitter, in het Verenigd Koninkrijk krijgen jongeren standaard tot hun 21ste jeugdhulp met een eventuele verlenging tot hun 25ste. En ik graag van de minister willen vragen wat hij vindt van zo'n aanpak. En kan er meer gedaan worden om jongeren na hun 18e levensjaar te ondersteunen? Dus niet alleen door middel van verlengde jeugdhulp, maar zijn er nog meer manieren mogelijk? En voorzitter, ik zou graag ook willen vragen of de minister een relatie ziet met de stijgende dakloosheid. En ik heb al eerder een motie ingediend en die ook toen aangehouden ging over de kostendelersnorm. Daar zou de minister op terugkomen en ik ben heel benieuwd of dat inmiddels al is gelukt. Voorzitter, dan over de pleegzorg. Want het is heel fijn dat de campagne weer is begonnen om nieuwe pleegouders te werven. Maar er gaat natuurlijk ook heel wat mis in het behouden. En vorige week nog kreeg ik een mail van een pleegouder die om haar kinderen voldoende te kunnen ondersteunen haar werk heeft opgezegd. Maar ze maken ook flink wat extra kosten voor school, voor zwemles, voor een nieuwe fiets en bijvoorbeeld ook een bril voor een van hun pleegkinderen. En er is ook tegen haar gezegd dat als ze die bril niet zelf bekostigen, dat kind dan geen nieuwe bril zou krijgen. En toen ik in het vorige debat het voorbeeld noemde van de fiets, want daar was toen ook gedoe over wie betaalt nou de fiets voor een pleegkind, toen zei de minister dat dit geregeld moest worden. Maar wie doet dat dan? Want ik krijg echt te vaak voorbeelden waarbij het gewoon niet geregeld wordt. En ik kreeg van een andere ouder ook een rekenvoorbeeld toegestuurd. Ze had helemaal op een rij gezet wat ze per maand extra kwijt zijn. En dat zijn gewoon honderden euro's. En dat zijn dan geen luxe producten voor hun pleegkinderen. Maar het zijn gewoon normale zaken die een pleegkind nodig heeft. Kosten voor school, benodigdheden die ik eerder ook al noemde. Voorzitter, vorige week werden we ook allemaal verrast door het bericht over de wetswijziging die de minister aankondigde. En ik kijk uit naar de uitwerking van de plannen. Maar ik begrijp ook best de felheid waarmee een aantal wethouders reageerden op uitspraken van de minister dat gemeenten beter moeten samenwerken. Want is dat nu echt het probleem? Iemand zei op LinkedIn, een van mijn contacten, Gert-Jan van den Broek, die verwoordde het als volgt. Die zei, het is alsof je je kinderen opdraagt om voor 100 euro aan boodschappen te doen en ze vervolgens 80 euro meegeeft. En ik vond dat wel een hele treffende vergelijking. Want het tekort aan budget is wel degelijk een probleem. Heel veel gemeenten kampen met enorme financiële tekorten op het sociale domein. En het is ook juist die wisselvalligheid van de overheidsuitgaven dat gemeenten ook vaak helemaal niet goed weten waar ze aan toe zijn. En dat zorgt er inderdaad voor dat ook gemeenten vaak geen langdurige contracten onder andere kunnen aangaan. En dat zorgt vervolgens ook weer voor onzekerheid bij jeugdhulpinstellingen. En voorzitter, ik heb vaker kritiek op het ontbreken van een financiële doorrekening bij de actieplannen van de minister. Maar tot mijn verbazing zag ik in de recente Kamerbrief weer geen financiële paragraaf. En hoe denkt de minister al zijn plannen, bijvoorbeeld om te zorgen voor verre tarieven, waar iedereen het volgens mij mee eens is, hoe denkt hij die nou te kunnen bekostigen? Of gaat de rekening dan weer naar gemeenten, wil ik de minister vragen. En hoe zit het met de uitvoering van mijn motie die eerder is aangenomen en vroeg om een financiële doorrekening van de actieplannen die eerder naar de Kamer is gestuurd? En voorzitter, ik sluit bijna af. Het is fijn dat er zicht is op een aantal oplossingen, dat de minister volgend jaar al aan de slag gaat met een aantal pilots voor de expertisecentra, dat de wet wordt aangepast. Maar zo'n wetswijziging duurt natuurlijk wel een paar jaar en we weten dat er nu hele acute problemen zijn. En met een wet los je ook geen financiële tekorten op. En ik wil de minister daarom nog twee hele belangrijke vragen stellen. Dat is vraag 1. Is hij het eens met de conclusie van de inspectie die zegt dat de jeugdbeschermingsketen in gevaar is? Ik vond dat nogal forse woorden van de inspectie. En is hij het eens met wat de inspectie ook zegt, dat de overheid op dit moment onvoldoende haar verantwoordelijkheid neemt om kinderen te beschermen? Dat zijn dus niet mijn woorden, maar van de inspectie. En zo ja, wat gaat de minister nu doen voor kinderen en ouders die zo dringend hulp nodig hebben? En voor jeugdzorgmedewerkers die een veel te hoge werkdruk hebben, maar die vaak een tijdelijk contract hebben? En is de minister bereid om met jongeren, met vakbonden en werkgevers en met gemeenten een plan te maken voor de komende 2 jaar
met erin wat we nu gaan doen om de problemen aan te pakken. Want die problemen die kunnen echt niet meer genegeerd worden. Dank u wel, voorzitter.